jaar of 30 geleden stond ik aan het bed van de patiënt en wij gaven heel makkelijk en heel snel psychofarmaca Haldol aan patiënten. Weinig cliënten zijn er uiteindelijk beter van geworden. Dat moet je heel gedoseerd doen. En als je dat niet goed doordacht doet, dan uiteindelijk denk ik dat je meer op je hals haalt dan dat je oplost. In de gehandicaptenzorg wordt best redelijk veel psychofarmaca gebruikt. En wij er met z'n allen binnen de organisatie een voorstander van zijn. Van nee, hoe kun je dat verminderen? Ja, dan is het goed om van anderen te horen hoe anderen dat doen en hoe die daarmee omgaan. Wat ik meeneem is dat je niet maar zo zonder meer met medicatie aan de slag moet, maar eerst moet kijken naar omgevingsfactoren. Stel dat mijn moeder in een dergelijke situatie zou zitten, dan zou ik denken van nou, wacht even, medicatie, wat kun je nog meer doen om te voorkomen dat ze überhaupt die medicatie nodig heeft? Het blijkt eigenlijk keer op keer dat je meer moet doen dan dat alleen kenbaar maken, dan die kennis delen. Dat je echt structuren moet optuigen, ja, om dat multidisciplinair en dat methodisch werken ook echt vorm te kunnen geven. Maar als jij die enthousiasteling bent in je organisatie, kan het soms best wel een beetje alleen zijn. En als je hier andere mensen tegenkomt die ook geïnspireerd zijn, met wie je tips en ideeën kan uitwisselen. Niet alleen over hoe ga ik nou met probleemgedrag om, maar ook over hoe krijg ik nou mijn organisatie mee. Dan hou je deze mensen geïnspireerd en dan kunnen zij ook die olievlek zijn die uitspreidt over de hele organisatie. Anders handelen zit met name in het inzet van andere middelen. Een ballendeken of dat iemand zich veilig voelt of rustig voelt of meer naar buiten gaat. Nou, dat soort zeg maar stappen die je zet voordat je medicatie gebruikt. Workshops vind ik altijd uitdagend, omdat daar altijd een stuk vernieuwing in zit. Je bent aan het netwerken, je hoort nieuwe ontwikkelingen. Nou ja, goed, dat was de afspraak en dat ging de laatste tijd goed. Ja, daarmee komen hele mooie verhalen los en dat inspireert. Ik doe eigenlijk heel erg veel met bewegen. Ik zie dat dat veel meer rust geeft bij mensen in de praktijk. Zodra ze eigenlijk in een verpleeghuissetting komen, zie je eigenlijk dat ze heel veel stilzitten. En je ziet dat mensen weer plezier ervaren. Ze merken dat ze wat kunnen, maar ze worden ook moe, waardoor ze 's nachts beter slapen. Dus dat je klein begint, we zijn nu op... een hele grote organisatie. We zijn met twee afdelingen begonnen. We zijn nu gestart met het project van Vilans, beter af met minder. En we proberen nu op pilotafdeling veel methodischer te werken. Als klant zou je dat op een... Ja, het belangrijkste is dat we kennis hebben tot en met, maar het gaat uiteindelijk over dat je inspiratie opdoet door zowel intern met elkaar kennis te delen als tussen instellingen, zoals dat vanmiddag gebeurt.